Dames en heren, goedemiddag op dit lunchseminar. Het is ondertussen al lange tijd een webinar, de Lydian Webinar Series. En dit is deel 1 van twee delen over hoe optimaliseer ik de samenwerking met dienstverleners. Dit eerste deel, Blunderboek Outsourcing, heb ik het stout genoemd, zal voornamelijk gaan effectief over die aandachtspunten voor het opstellen van uw contracten met dienstverleners of outsourcingsovereenkomsten. Het tweede deel, dat gaat specifiek over schijnzelfstandigheid. In het kader van werken met zelfstandigen zal gegeven worden op 1 april. U kan zich nog altijd inschrijven. Plaatsen zijn quasi onbeperkt, maar toch wel beperkt. 1 april omstreeks dezelfde tijd. Praktische informatie. De presentatie die u zal zien verschijnen op het scherm, kun jullie downloaden aan de rechterkant onder de optie Handouts. Tijdens het webinar zullen wij 3 poolvragen stellen. De antwoorden worden vooraf gegeven als u een beetje attentief meevolgt. Dat is noodzakelijk voor ons om een tussen aanhalingstekens geldig certificaat te bezorgen die u kan gebruiken voor de ene of de andere organisatie. Vragen kan u uiteraard stellen, maar wij zien u niet, wij horen u niet, dus dat moet gebeuren via de chatfunctie. En wij zullen die vragen dan nadien, ik denk dat het eenvoudigst is, per e-mail aan u gaan beantwoorden. Ik ga het eerste deel voor mijn rekening nemen, waarna Cato Aerts, mijn collega van het Department Employment Benefits and Pensions, Cato Aerts, over enkele sociaal-rechtelijke aspecten die van groot belang zijn bij outsourcing voor haar rekening nemen. Voldoende inleiding lijkt mij om dan te gaan inderdaad naar de kern van de zaak. Wat is outsourcing? Outsourcing is het uitbesteden door een onderneming van een activiteit of bedrijfsproces aan een derde zelfstandige partij. In de regel gaat dat effectief over bedrijfsprocessen en dergelijke meer, die niet tot de core-activiteit uiteraard van de onderneming gaan behoren. Maar dat kan wel, daar zijn geen wettelijke of andere definities van. Het is een outsourcingsovereenkomst, het is een dienstverleningsovereenkomst, als we het in juridische termen moeten gaan zeggen, het verkoop van diensten. Outsourcing, wanneer kan dat gebeuren? Ofwel bij de start van de onderneming of bij de opstart van een bepaald departement. Of dat kan geoutsourced worden nadat het eerst intern te hebben beheerd of dus onder eigen control te hebben gehad. Dat is van belang voor het vervolg en voor het verloop, het opstellen van uw overeenkomst. Daar kom ik zelfs ook kort over terug. Er zijn verschillende soorten outsourcing en het is goed om daarover na te denken van zodra men eigenlijk nadenkt om een zelfstandige dienstverlening in te gaan schakelen om bepaalde diensten te gaan leveren. Het eerste type, heel eenvoudig, opdrachtgever, dienstverlener, 1 overeenkomst, rechtstreeks outsourcing. Ik heb het hier gedefinieerd als type 1. Een volgend type is dat eigenlijk men aan een derde partij vraagt eigenlijk om de onderaannemingsovereenkomsten. Bedrijven hebben soms lopende overeenkomsten met facility providers, IT, ICT providers, andere providers, om die overeenkomsten te gaan managen, te gaan bundelen, zodanig dat uw organisatie, de opdrachtgever, ontlast is om zich bezig te houden met het optimaliseren of met het managen van die, laten we zeggen, ondersteunende diensten. Ondersteunende diensten, zeg ik. Ik zeg het ook, het kan ook wel essentieel diensten zijn. Ik denk bijvoorbeeld een bedrijf dat innovatief is, maar de productie niet zelf in huis wil doen, zal bijvoorbeeld beroep doen op een externe om de productie te gaan uitvoeren. Dus daar is, laten we zeggen, wel van belang voor het contractueel kader dat men gaat weten van, kijk, wat moet die dienstverlener gaan doen? Gaat hij mijn eigen lopende contracten gaan managen, of om andere redenen wil ik de contracten rechtstreeks sluiten, dus de opdrachtgever en die onderaannemer, maar dan wel de taak geven aan de dienstverlener om die te gaan managen. Een volgende punt is contracting agent. Dat was eigenlijk zo'n managing agent aspect van de dienstverlener. Je hebt ook via contracting agent, waar dat eigenlijk inderdaad de onderaannemer, de partij die effectief de diensten zou leveren,
een onderaannemer is van een dienstverlener, waardoor dat de contractuele relatie tot stand komt tussen opdrachtgever en dienstverlener en dat er geen contractuele relatie is met de onderaannemer rechtstreeks en met de opdrachtgever. Dus uiteraard zijn de meeste contracten soms een mix van alles. Dus dat is geen, laten we zeggen, geen vaste regels over, maar het is van belang stil te staan inderdaad bij die verhoudingen, zodanig dat de overeenkomst, die van belang is uiteraard om uw belangen te beschermen, adequaat te gaan opstellen. En belangrijk is ook, ik heb het nu al hier op deze slide gezet, en dat komt doorheen mijn volgende blunders, heb ik het genoemd, hè? Aandachtspunten. Maar ja, als we die niet zien, dan is het een blunder, omdat we zien dat op die punten er in de realiteit, in de praktijk, regelmatig discussie over is. Of indien dat de discussie is in het kader van een outsourcingsproject of outsourcingsrelatie, dat in veel gevallen over die blunders gaat. Dus de bedoeling is u te kunnen zeggen van kijk, dat zien we uiteraard, is weinig commercieel, maar een verwittigd man of vrouw is er twee waard. Wat is outsourcing? Deze slide eigenlijk, die zegt eigenlijk dat is second generation outsourcing. Dat wil zeggen van vandaag hebt u een outsourcingsovereenkomst lopende en u wilt gaan wijzigen van dienstverlener. U zegt de ene op en er komt een tweede in de plaats. Let daarbij op. Let daarbij op. Waarom? Omdat die tweede dienstverlener u veel, normaal gezien veel vragen moet gaan stellen. Die moet zeggen van ja, wat wilt u? Hoe ga ik het doen? Wat zijn uw verwachtingen en dergelijke meer. Als u in eerste instantie al geoutsourced had, gaat in veel gevallen die know-how over het hoe en hoe dat het loopt, al die gegevens, gaat in principe bij de dienstverlener 1 zitten, bij de huidige dienstverlener. En dan gaat u moeten gaan negociëren, een nieuw contract maken om het eventueel te verbeteren, goedkoper te maken of dergelijke meer met dienstverlener 2. En daar hebt u essentieel informatie nodig, die in veel gevallen bij die eerste dienstverlener gaat zitten. Vandaar van belang om bij een eerste overeenkomst reeds na te denken over het geval dat u een second generation outsourcing zou moeten gaan sluiten of moet gaan wijzigen van dienstverlener. Dus daar al bepaalde mechanismes gaan inbouwen om dat mogelijk te maken, zodanig dat u al die informatie zelf in handen hebt. Dus dat moet eigenlijk al opgevangen worden in dat eerste stadium, want uiteraard dienstverlener 1 die weet dat hij, laten we zeggen, niet meer welkom is of zal zijn, gaat weinig ambitie hebben om vlotjes mee te werken met die informatieflow. En informatie is uiteraard macht, ook in juridische aangelegenheden. Waarom outsourcen? Ja, dat kan u beter zeggen dan ik. Wat wij zien is dat men zegt van kijk, kostenreductie, kwaliteitsverbetering, we willen sneller aan de markt gaan, kapitaal en nu, ik had er moeten bijzeggen, flexibiliteit uiteraard. Ik ga het woord niet gebruiken van COVID en dergelijke meer, want we zijn er al een jaar mee bezig en het is part of our business, de onvoorspelbaarheid daarvan en de impact op onze bedrijfsvoering. Maar wat we hebben geleerd, dat we meer dan anders misschien nog flexibeler moeten zijn in onze bedrijfsvoering, in onze contractuele relaties. Maar flexibiliteit moet wel gepaard gaan met de zekerheid. En daarvoor zijn we hier om correcte en goede contracten op te stellen. En eventjes nadenken, de reden waarom dat we gaan outsourcen, dat is van belang voor of van de letter of intent eventueel, die de basis is voor het negociëren, het uitwerken van een volledige overeenkomst. Omdat men effectief, als men een akkoord sluit over bepaalde doelstellingen, dan gaat het makkelijker zijn om bepaalde clausules, wat betreft bijvoorbeeld prijsreductie, optimalisering en of SLA kwaliteitsverbetering, om die te gaan negociëren. Omdat men dan gaat terugvallen op die LOI en te zeggen van kijk man, we hebben dat afgesproken en wat we nu doen is het uitwerken van die LOI. Dus als men en cours de route de nadruk wil gaan verleggen naar het ene of het andere, dan kan dat nog wel eens stuiten op moeilijkere onderhandelingen. Dus daarom is het altijd nuttig om eerst inderdaad die LOI te gaan sluiten of dat mee te geven aan tegenpartij in uw request for proposal en dergelijke meer. Uiteraard is dat niet exclusief, een limitatieve lijst van aandachtspunten,
Maar de belangrijke zou daar toch wel idealiter in moeten staan. Want zoals u ziet, volgens mij is outsourcing is dat een proces, en niet het laten sluiten van een dienstverleningsovereenkomst. Uiteraard al naar gelang het voorwerp daarvan en de diensten die men gaat outsourcen. En daarom heb ik, laten we zeggen, een paar vragen opgesteld die men zich moet, eventjes moet gaan nagaan met legal en met de business. Een due diligence eigenlijk van eigen noden en doelstellingen, zoals gezegd. Due diligence ook van mogelijke dienstverleners. Wie komt er voor in aanmerking? Men kan geen bakker vragen om beenhouwer te spelen, zelfs al doet hem daar een bieding voor, omdat men dan weet van kijk, ja, dat gaan we waarschijnlijk niet lukken. Gaan we misschien kijken naar verschillende dienstverleners? We gaan niet onze eieren in één mand leggen, kan dat, multisourcing. En dan gaan we naar de onderhandeling van de overeenkomst. Implementatietransitie komt daarop terug, zeker van belang. De monitoring van de uitvoering van de overeenkomst gaat belangrijk zijn. En dan de transitie bij einde overeenkomst, bij beëindigde overeenkomst. Dan gaan we ofwel insourcen, dus laten we zeggen, die diensten terug intern met uw eigen centrum manager, met uw eigen personeel gaan doen. Of men gaat naar dienstverlener 2, second generation outsourcing, moeten we gaan voorzien in die overeenkomst. En een rode draad in het kader van outsourcing is belang van informatieuitwisseling. Van zeer groot belang. En informatieuitwisseling moet georganiseerd worden van het begin van het contract, bij de pre-contractuele fase, zoals we dat graag noemen, tot en met het einde, de transitie naar, zoals gezegd, naar zichzelf of naar een tweede uitwisseling. Nu, outsourcing, je mag denk ik eigenlijk geen zeer specifieke regels, hoewel effectief ik uiteraard, zo zijn juristen en advocaten, moeten we een caveat of caveats maken. Hier ziet u dat er effectief soms sectorgebonden restricties of reglementering is. Dan gaat dat enerzijds publieke sector, anderzijds kredietinstellingen, artikel 66 van de bankwet gaat daarover. En voor verzekeringsmaatschappijen is er ook een specifieke regeling gezien waar dat effectief de FSMA, de toezichthouder, zal onder meer gaan tussenkomen met die outsourcing. Daarin. U ziet de relevante wetgeving daaromtrent. Maar als u daar geïnteresseerd in bent, er is al, laat ons zeggen, in onze Lidian webinar series voor verzekeraars, is daar al een presentatie gegeven, een webinar over gegeven. Die kan u opvragen uiteraard. Als u ze niet vindt op ons ongelooflijke YouTube-kanaal, kan u dat vragen gewoon met een mailtje naar mezelf of naar het marketingteam van Lidian, indien u bepaalde webinars gemist hebt, kan je de slides opvragen en of een recording van de toelichting. Alvorens in te duiken in de specifieke blunder, zal ik het zo mag zeggen, wil ik eventjes een nieuwe B2B-wet, nieuwe wet van 4 april 2019, dus eigenlijk zou ik het nieuwe daar moeten weglaten. Maar de wet van de B2B-wet, de wet van april 2019, in werking getreden of van toepassing eigenlijk op overeenkomsten die gesloten, hernieuwd of verlengd worden vanaf 1 december 2020. Dat is een belangrijke wet in die zin dat zij bepaalde reeds bestaande wetgeving dan wel rechtspraak gaat codificeren en gaat samenbrengen. De essentie is eigenlijk dat we zien dat de bescherming die we al jaren kennen van de consument, de B2C, dat die eigenlijk, laten we ons zeggen, ook geïntroduceerd is in B2B-relaties. Er is effectief de catch-all-bepaling van de onrechtmatige contractuele bedingen. Dat is een van de 3 voles onderdelen van de B2B-wet. Dat er een catch-all is, eigenlijk verbod op bedingen die een kennelijk onevenwicht scheppen tussen de rechten en de verplichtingen van partijen. Ze hebben gewerkt, zoals met B2C, over met een zwarte lijst. Dat zijn bedingen die dofies en ook ex officio, want de rechtbank moet het opwerpen, nietig zijn. Dan is er een lijst van de grijze lijst, die vermoed worden onrechtmatig te zijn, en derhalve nietig, dus niet afdwingbaar, hè, waar de rechtbank waar u rechten niet op kunt steunen, een grijze lijst, en die is nietig of wordt vermoed onrechtmatig te zijn, tenzij dat men gaat aantonen met objectieve elementen, dat het niet zo bedoeld was, om het zo te zeggen, of dat er een bepaalde prijs is betaald voor dat aanhalingstekens onevenwicht of dat specifiek beding van de grijze lijst.
een effectieve sancties zijn een nietig verklaring of een vordering tot staking in een procedure zoals in kort geding. Een nietig verklaring is van belang, want ja, het is een element van uw overeenkomst. Dan is er risico dat dat nietig verklaard gaat worden. We hebben ook de theorie van de splitsbaarheid en dergelijke meer. Als er één beding nietig is, mijn overeenkomst nietig of enkel dat beding, dat is de vraag die zich kan stellen. En het antwoord is in principe niet heel de overeenkomst, tenzij de overeenkomst niet verder kan bestaan zonder dat beding, omdat het dan effectief een essentieel beding zou uitmaken. Ook daar is er een webinar, denk ik van december 2020, waar we volledig wijden aan de B2B-wet. Maar ik wou het hier al geven, want dat moet u in uw achterhoofd houden bij het opstellen en onderhandelen van alle commerciële of B2B-overeenkomsten. Een tweede volledig is misbruik van economische afhankelijkheid van de onderneming. Waarbij dat bijvoorbeeld de dienstverlener u het mis niet op de keel mag zetten om onrechtmatige bedingen te gaan afdwingen in een verlenging of een vernieuwde overeenkomst. En dan drie, de oneerlijke marktpraktijk tussen ondernemingen, dat kennen we al, dat is een codificatie en een scherpstelling daarvan. En dan denk ik al dat we aan de eerste polvraag zijn gekomen. U krijgt 40 seconden, het is allemaal getimed, om te antwoorden, waarna we kunnen overgaan tot de eerste blunder. Antwoord 4 was inderdaad correct en ik heb gezegd, ik geef de antwoorden. Dus laten we zeggen, het merendeel heeft correct geantwoord. Enfin, blunder 1, precontractuele fase niet geregeld. Van groot belang, als we niets gaan regelen voor de precontractuele fase, hetgeen dat in veel gevallen gebeurt via een letter of intent, een intentieverklaring. Dan stelt zich de vraag van, oké, wie moet welke informatie meedelen? Informatie is van belang voor de dienstverlening voor een goede prijszetting te kunnen doen. Hij moet weten van, ja, u vraagt mij om dat te doen, maar wat bedoelt u? Dus enerzijds moet de dienstverlener vragen stellen. Hij is verplicht eigenlijk om die vragen te stellen waarvan hij redelijkerwijze weet dat het voor de opdrachtgever van belang is om tot een contractsluiting te kunnen overgaan, met name over de voorwaarden. En dat de opdrachtgever waarschijnlijk niet op een andere manier zal kunnen weten. En twee, de opdrachtgever, ja, hij moet inderdaad relevante informatie aan de dienstverlener geven om te zeggen van, kijk, u moet bij mij, zeg maar een voorbeeld, schilderwerken of onderhoudswerken komen uitvoeren, maar u vergeet daarbij te stellen dat die schilderwerken moeten gebeuren in een, laten we zeggen, gecontroleerde laboratoriumomgeving of dergelijke meer. Dus er is een wisselwerking tussen de twee, ja, en daar is het lawyer's paradise om te zien van, ja, kijk, wie moet wat geven en hoe ver moet dat gaan, en een beetje communicerende vaten. Het bonus pater familias criterium, u ongetwijfeld bekend, de redelijkheid, de redelijke verwachting gaat de toetssteen zijn om die te gaan beoordelen. Een tweede element is specialist versus leek. Een opdrachtgever die een gespecialiseerde onderneming is of een professionele onderneming is, is daarom niet vertrouwd met bijvoorbeeld bepaalde vragen van ICT. Wij als advocatenkantoor, wij hebben ook dienstverleners die ons ICT diensten gaan aanleveren. Ja, wij kunnen niet alle vragen stellen, wij kunnen niet alle informatie meedelen, omdat wij niet weten welke specifieke informatie de dienstverlener nodig heeft. Dus wij verwachten van een dienstverlener dat hij onze juiste vragen stelt om de diensten correct en naar behoren te gaan leveren. De dienstverlener heeft in principe in zulke discussies de bewijslast om te zeggen van kijk, ja, want de dienstverlener effectief kan aanbieding doen en in veel gevallen gaat de dienstverlener geconfronteerd worden met de vraag, ja, kijk, ja, dat kan ik niet leveren, terwijl de opdrachtgever zegt, ja, nee, u moet alles leveren, u bent de specialist. U hebt een prijs gegeven voor X, ik mocht er redelijkerwijze van uitgaan dat en dergelijke meer. Dus die discussies zijn er dan in uitvoering van contracten. En wat is de sancties? Ja, als er onjuiste of onvoldoende informatie wordt meegedeeld, ja, één, als de overeenkomst niet gesloten is, kent u de theorie van precontractuele aansprakelijkheid, indien dat men vergevorderde onderhandelingen heeft en you walk away, dan zal er wel een schadevergoedingverplichting zijn. Dus daarom is het toch wel aangewezen om die, laten we zeggen, precontractuele fase te gaan
te gaan contractualiseren, pardon, in die, zoals je zegt, fameuze LOI, om te zeggen van kijk, wie gaat wat doen en op welk ogenblik kunnen we hier nog uitstaan. Als de overeenkomst reeds gesloten is, ja, dan zijn er de wilsgebreken, als we zeggen, dwaling. Hè. Men koopt een appartement, maar men krijgt een villa. Ah, ik wist niet wat ik heb gekocht, u had mij dat moeten zeggen. Hè. Dat is een relatieve nietigheid. Dan kan men zeggen van kijk, al bepaalde toch wel stringente voorwaarden verbonden, kan men eventueel een overeenkomst laten nietig verklaren. Maar dat is een moeilijke procedure met veel voorwaarden. En ik denk dat het in belang is van beide partijen om die informatieuitwisseling te gaan organiseren en daar duidelijke afspraken over te maken. Blunder 2, ja, transitie bij implementatie vergeten. Hè. Men gaat van een as-is-situatie naar een to-be-situatie. En daar zijn de aandachtspunten eigenlijk om te zeggen van kijk, ja, ik ben niet van dag 1 op dag 2 onmiddellijk de knop omdraaien. Men heeft daar een periode best voor voorbereiding, implementatie, alvorens men, soms zeggen ze live gaan, effectief gaan uitvoeren. Dus dat moeten we opvangen in onze overeenkomst, die transitie. Ook van belang is, ja, okay, gebruik infrastructuur, software, hardware, of is er een overdracht? Komt mijn facilities manager mijn eigen, ik zeg maar iets, stofzuigers gebruiken, of brengt hij de stofzuigers mee? Wat moeten we gaan doen? Hoe gaan we die transitie zo in continuïteit zo goed mogelijk gaan verlopen? En dan de klassieke bepalingen, waar je zegt van ja, kijk, geen probleem, Yves, ik heb een algemene bepaling. Hè. De klant verbindt er zich toe om alle informatie en documentatie ter beschikking te stellen die noodzakelijk is voor de realisatie van de diensten. Of omgekeerd, ja, dat is nogal een catch-all en daar laat veel vrijheid tot discussie en invulling. Dus daar is van belang om goed effectief te zien van wat moet er in de praktijk nodig zijn en wie gaat dat op welke manier leveren, al dan niet tegen betaling. Ja, een open deur, misschien zijn het allemaal open deuren, maar onnauwkeurige omschrijving van de diensten, wees duidelijk. Als men zegt van de dienstverlening zal verantwoordelijk zijn voor het bijhouden van de projectdocumenten, ja, in welk formaat, voor welke periode, wanneer kan de opdrachtgever daar toegang tot krijgen, op welke wijze zijn die documenten beveiligd, op welke server gaat dat staan en dergelijke meer. Dus daar is van belang om dat goed te gaan omschrijven, omdat u anders daar ook, laten we zeggen, als u daar al hebt gedacht, bijvoorbeeld om die projectdocumenten toegang tot te hebben, hè, bijvoorbeeld in het kader van een second generation outsourcing, dat u weet wat er gebeurt, om het effectief zo in detail mogelijk te gaan opstellen. Let op, algemene opmerking, alle verbindingen van partijen is het beste dat het resultaat gericht is op output, om te vermijden dat men inderdaad discussies heeft over de scope van de diensten, van de dienstverlener dan in het bijzonder. En ik heb graag zo, in plaats van het omschrijven wat erin zit, is het ook goed om te zeggen wat er niet in zit. Hè. Dat is zo de gemakkelijkheidsoplossing misschien wel. Ik ga alles doen, maar dat en dat en dat niet. Zodanig dat er duidelijkheid over is wat er verwacht kan worden tussen partijen. We zien hier inderdaad zo de tekst die de opdrachtgever zal zijn. Hè. We zeggen, alles zit erin, hè, die nuttig of noodzakelijk zijn om de diensten correct uit te voeren. Dat is zo'n catch-all waarbij dat de opdrachtgever zich kan laten indekken. Maar zoals je zegt, hoe gedetailleerder de overeenkomst, dat is een investering op front, maar hoe minder het risico dat er grote discussies zijn. Belang middelverbind is resultaatverbind, dat kent u. Resultaatgericht, u kan afrekenen op resultaat. En u moet niet zeggen van u hebt uw best niet goed genoeg gedaan, want dat is altijd een hogere bewijslast voor u. In de praktijk effectief worden de diensten meestal omschreven in een bijlage bij de overeenkomst, de technische bijlage zoals we dat dan noemen, of in de service level agreement. En dat is dan effectief ook ineens onze volgende blunder, geen voorziening omtrent meting van de kwaliteit en de impact van die kwaliteit op de overeenkomst. We noemen dat een service level agreement. We gaan een overeenkomst maken over het dienstenniveau, het niveau van diensten dat men verwacht. Men gaat de diensten in detail gaan beschrijven en we gaan daar niveaus bepalen van wat men wenst. Alternatief is dat men gaat werken met algemene audits en benchmarking.
Dus in de regel is dat nogal moeilijker, omdat dat één duurder is, wat men dan tevredenheidsonderzoeken en zo moet gaan doen. Maar als men een SLA gaat schrijven op bijzondere punten, zoals bijvoorbeeld voor een klantendienst, dat is heel kort, ziet u staan op de slide, om te zeggen van kijk, het moet in die range zijn, and then we are happy. Dat is al een eerste punt. Dus het niveau bepalen in de SLA is het eerste punt. Het tweede punt is de meting, het metingmechanisme. Hè. If you can't measure it, you can't manage it. Hè. Dat komt dan overeen, laat ons zeggen, wie dat het gaat doen, op welke tijdstippen en welke tools. Hè. Verslag wordt gemaakt, wanneer wordt er overgemaakt aan de opdrachtgever. Ik kan de opdrachtgever vertrouwen hebben in die metingen en dergelijke meer. En vice versa, uiteraard. Want alles wat ik hier zeg, works both ways. Hè. Let ook op de rapporteringsmechanismen, zoals gezegd. Hè. De vorm, detail. Als de dienstverlening platform X, Y, Z heeft, wij hebben een ander platform. Wij werken op Apple, de tegenpartij werkt op een ander platform. En die kunnen niet met elkaar spreken, dan is er een probleem. Het probleem kan altijd opgelost worden. Zullen er kosten aan verbonden zijn? En dan is de vraag, bij wie komt de hete aardappel of de factuur terecht? En ook van belang, hetgeen soms vergeten wordt, maar dat toch wel de doelstelling is, wat zijn de gevolgen van bepaalde metingen? Niet nakoming. Let op met die penalties. Penalties is een schadevergoeding, kan dus herleid worden door de rechtbank 1231 Burgerlijk Wetboek. Dus moet tegemoet komen aan schade die partijen kunnen verwachten. Hè. Hou daar rekening mee. Dus ik werk liever met prijsprecies waar je rekening kunt houden met de frequentie, ernst en impact op de dienstverlening, pak de minimum, maximum en dergelijke meer. Enfin, daar kan u zelf contractueel vrij in zijn om dat te gaan optimaliseren naar uw goeddunken. Deze klassieke bonussysteemverhaal. U krijgt een bonus als men bovenniveau is. Als het zakt onder een onaanvaardbaar niveau, dan gaat men naar beëindiging. Is het onder een minimaal niveau, dan gaat men minder gaan betalen. Dat is een korting. Blunder 5. Geen specifieke bepaling voor IP. Intellectuele eigendom is zo ook een van de elementen die nog wel eens een keer vergeten wordt. Vragen die men moet stellen is van, heeft de dienstverlener een gebruiksrecht op de IP van de klant? Hè? Moet hij bepaalde zaken, al is het maar voor rapportering, gaan ingeven in onze systemen? Ja, moet hij dan een licentie hebben van ons? Kan dat? Omgekeerd, de dienstverlener kan ook misschien bepaalde informatie moeten inputten in softwareprogramma's of in andere zaken van de klant. Dat moet geregeld worden. En hoe lang geldt dit gebruiksrecht? Dus wat met bestaande IP? Uiteraard voor ICT of een softwareontwikkeling, dan is dat de vraag van de background IP, dus de IP die al, laten we zeggen, voorhanden is. En dan een nieuwe is zogezegd de foreground IP. Nu, als we niet zo overeenkomen over een nieuwe intellectuele eigendomsrechten, heb ik een klein tabelletje dat leidinggevend is voor waar zitten eigenlijk de intellectuele eigendomsrechten, waar u dat effectief ziet, soft intellectuele eigendomsrechten. Die rechten komen tot stand van zodra zij ontwikkeld worden. Het product auteursrecht wordt beschermd of komt tot leven van zodra men aan het schrijven is. Zelfs met software wanneer het ontwikkeld wordt. De databank wanneer de databank gecreëerd wordt. En dan in de tekening, modellen en octrooien. Daar moet men inderdaad, laten we zeggen, de bescherming zelf actief gaan aanvragen. We zien een verschil tussen arbeidsovereenkomst en werk op bestelling, wordt dat daar genoemd. Werk op bestelling dat is eigenlijk gecreëerd door zelfstandige dienstverleningen. Dus let daarmee op, bijvoorbeeld databankrecht, oké, dat is de opdrachtgever, maar softwarerecht is het eigen de maker. Zelfs al betaalt u daarvoor, u schakelt iemand in om software te gaan ontwikkelen, om een bepaalde dienst te gaan verlenen in het kader van software, die software die gemaakt wordt, gaat niet zomaar over op u als opdrachtgever. Zelfs als u zegt, ja, maar ja, kijk, ik heb die speciaal daarvoor aangesteld, hè, laten we zeggen aangeworven, met die zelfstandige contract gemaakt om die software te gaan ontwikkelen, dan nog is het zeker niet vanzelfsprekend dat dat volledig automatisch naar u overkomt. Dus daar is van belang om die IP-clausules toch te gaan voorzien en een overdracht van auteursrechten en of softwarerechten inderdaad te gaan voorzien. En daar zitten de drie voorwaarden eigenlijk van de wet, dat is het wetboek Economisch Recht,
boek Romeinse 1167. Dat zijn de geldigheidsvoorwaarden van zo'n clausule. En let op, die worden restrictief geïnterpreteerd. Dus daar is van belang om ook die clausules toch wel te fine-tunen en daarnaar te gaan kijken. Hetzelfde geldt voor octrooien. Daar is eigenlijk geen wettelijke basis, maar in principe een dienstuitvinding. Dus een uitvinding die gebeurd is effectief specifiek in die contractuele relatie. Die zal niettemin bij de opdrachtgever zijn, maar is het een gemengde uitvinding, dat eigenlijk die uitvinding gebeurd is, laat ons zeggen, in de periferie van een dienstverlening, dan zal het in principe ofwel gedeeld zijn, ofwel effectief bij de uitvinder zelf zijn. Want normaal gezien gaat het altijd aan de uitvinder. Maar het is ook van belang om daar contractuele duidelijkheid over te gaan scheppen. En dan, ja, GDPR moet altijd langskomen, hè. Of de Algemene Verordening Gegevensbescherming, AVG. Ik heb het op slides gezet. U kent dat ongetwijfeld bij de implementatie in 2018. Wat dat denk ik, mei 2018, is daar heel veel om te doen geweest. Daar kunt u ook, denk ik, ongetwijfeld nog webinars of slides of vragen bij ons. Maar daar gaat van belang zijn de klassieke trapsredenering te gaan volgen. De kwalificatie van de rol van partijen, wie is verwerkingsverantwoordelijke en of verwerker. In veel gevallen zal de dienstverlener de verwerker zijn, maar dat hangt effectief af van het voorwerp van de outsourcing. En dan moet er een verwerkingsovereenkomst zijn met de minimale contractuele overeenkomsten of clausules die voorzien zijn in artikel 28 van de verordening van de AVG. Of men is soms misschien een gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke en daar zijn ook dan die voorwaarden bij, waarbij effectief dat passend beschermingsniveau en dergelijke moet zijn. Zoals gezegd, artikel 32, die technische en organisatorische maatregelen om die privacy, die datatransfers, die gegevens te gaan vrijwaren. De sancties moet ik u zeggen, u bent al bang geweest. Bang gemaakt geweest, denk ik, in het verleden. En dat het 4% kan zijn met totale wereldwijde jaaromzet. En administratieve geldboetes, die beginnen, die gaan tot 20.000 euro. Dus dat is geen klein bier. En in onze, voor de gegevensbeschermingsautoriteit, vroeger was het de privacycommissie, dat is gemakkelijker te zeggen. Die zijn wel actief, moeten we zeggen. We zien in de praktijk toch dat daar meer en meer, dat daar effectief ook wel actie wordt opgenomen. Niet te spreken over inderdaad pers- en consumentenacties. Flexibiliteit vergeten bij blunder 7, dat is ook een hele belangrijke. Zeker in functie van de doelstelling eventueel waarom dat u zou gaan outsourcen. Is van zeggen, ja, vandaag heb ik minder uren nodig, heb ik met een business zakt een beetje, zeker nu, ik zal toch maar eens zeggen met COVID-19, vandaag zijn de winkels volledig open, overmorgen is het op afspraak, zullen we nog zien hoe dat gaat gaan. Dus ik heb dan meer diensten nodig, dan minder diensten nodig. Dus we moeten effectief die flexibiliteit kunnen inbouwen in onze relatie, in onze contractuele relatie. In het Belgisch recht is daar niet echt op voorzien om, laten we zeggen, flexibel te zijn. Uiteraard, te stellen rechtsregels, ja, dat is daar. Maar er zijn weinig bepalingen die ons toelaten om te zeggen van kijk, ja, het is normaal dat u nu bepaalde eerder contractuele aangegaande verbindingen niet gaan nakomen, zoals minimum omzetten of dergelijke meer. Of de scope van diensten die kan verbreden of gaan versmallen. Dat is ook een bron van oneenigheid uiteraard. Hè. Dus daar is van belang om daarover na te denken, om te zien wat willen wij hebben en welke capaciteit vragen we en welke flexibiliteit gaan we voorzien. Dat kunnen we perfect, laten we zeggen, contractueel opvangen, om daar afspraken over te maken in alle duidelijkheid, om te zeggen van kijk, ja, ik mag 20% meer of minder zonder impact op de prijs. De tegenpartij gaat zeggen, ja, dat is akkoord, maar als je minder dan 10 gaat, gaan we de prijs naar boven of naar beneden, in die maat en dergelijke meer. Ik heb zoveel, laten we zeggen, lead time nodig om dat te voorzien en dergelijke meer. Daar moet over gesproken worden. En het is goed omdat in het juridisch gedeelte, of wat we zeggen, het meer juridisch technisch gedeelte van uw overeenkomst op te nemen. En niet enkel in technische bijlagen, want veelal gaat de business daar wel afspraken halverlinks over maken.
Het is goed dat die gaan incorporeren en dat juridisch, laten we zeggen, zo goed mogelijk te gaan begeleiden. Een voorbeeld is inderdaad change control procedures, om daar eigenlijk een soort mechanisme van wijzigingsverzoeken of aanvragen te gaan doen. Dat zo de stappen die daar zit. Het belangrijkste is dat men ook zegt van kijk, als er geen overeenkomst komt of geen akkoord is over die wijzigingen, wat is dan het lot van mijn overeenkomst? Dat wordt in veel gevallen vergeten in overeenkomsten die ik zie, in afspraken die dat ik nalees. Dan zeggen van ja, oké, wij gaan wel te goede trouw overleggen. Oké, punt. Maar als we er niet komen, wat dan? En daar moet dan denk ik de jurist of de advocaat ook wel bijzondere aandacht voor hebben, wat die impact daarop is, om te vermijden dat de hele relatie op losse schroeven zou komen. Een hele leuke is de partijbeslissing. Ik ben niet Poetin, maar dat is eigenlijk gewoon zeggen van een van beide partijen krijgt het recht om eenzijdig de overeenkomst te gaan aanpassen. Dat komt perfect, zelfs over essentiële bestanddelen. De rechtspraak heeft daar gezegd van kijk, ja, dat mag perfect, maar je moet wel dat, je mag geen rechtsmisbruik maken, je mag er geen misbruik van maken, dus dat moet zijn aan de hand van objectieve criteria. Het is niet louter en alleen omdat de CEO of CFO of de verantwoordelijke opstaat en denkt van ja, ik ga het contract eventjes wijzigen. Dat kan niet. Het moest de objectieve redenen zijn. En dat is nu ook ingeschreven in de B2B-wet, dat men niet zonder geldige reden de prijzen, kenmerken of voorwaarden van overeenkomst eenzijdig mag wijzigen. Dat is zo'n grijs beding dat wordt vermoed onrechtmatig te zijn en derhalve verboden, want dat niet is. Maar als men daar een uitleg aan geeft en men geeft dan objectieve criteria, hè, want er staan zonder geldige reden, dus als men wel reden al opneemt, dan mag het wel. Dus daar ook heb je wel een a posteriori controle van de rechtbank, dat je dat goed uitgevoerd in een betwisting is. Maar dat is een vergeten techniek, vind ik persoonlijk. Je komt toch weinig tegen in overeenkomsten die ik nalees, of in disputen. De partijbeslissing is toch wel een leuke, maar natuurlijk moeilijk aanvaardbaar, uiteraard voor de tegenpartij. Maar als men daar dan inderdaad die criteria goed gaat overeenkomen, dan kan dat perfect werken. Ja, beëindiging altijd. Einde, wat nu? Een grote blunder om te zeggen van ja, we hebben eigenlijk een standaard clausule voorzien voor beëindiging wegens zware fout hebben we een opzicht. Een mogelijke wijze van beëindiging kent u. En dat uitdrukkelijk komt in een beding wil zeggen van kijk dat ik het op kan beëindigen wegens zware fouten zonder naar de rechtbank te gaan lopen. Of men kan als opdrachtgever altijd op basis van artikel 1794 aanneming van diensten de overeenkomst gaan beëindigen indien men de locum cessans en een damnum emergens gaat betalen. Dus de gerateerde winst, de misgelopen winst, en de geleden schade. Ik kan ook wat in geval van faillissement normaal gezien gaan we zeggen van kijk dat we onmiddellijk kunnen gaan beëindigen in plaats van faillissement om geen discussie te hebben met de curator die in principe dat zelf mag gaan beslissen om een overeenkomst te gaan beëindigen of niet. Dan moet die beslissing nemen binnen 15 dagen zoals u weet. We kunnen niet zeggen we gaan beëindigen in gevolg van de WCO of aanvraag van gerechtelijk akkoord. Hetgeen dat wij verwachten dat wel zal op ons afkomen indien dat, laten we zeggen, de economie terug op normale omstandigheden kan draaien. Maar WCO, enkel omwille van die WCO kan men een overeenkomst niet gaan beëindigen. Dergelijke clausules worden voor niet geschreven gehaald. Einde wat nu, ja, effectief, we gaan opnieuw onderhandelen. We gaan insourcen of we gaan een nieuwe dienstverlening. En dit is met een slaagje eigenlijk van terug naar die second generation. Ja. Voorzien enkele tips, voorzien opzichttermijn gelijk met de inwerktijd nodig voor een nieuwe dienstverlener, dat je daar een beetje een overlap hebt. Hè? En dat de ene kan uitbollen en de andere kan inbollen, om het zo te zeggen. Bepaal misschien uitdrukkelijk welke diensten er nog moeten geleverd worden na beëindiging of extra diensten tijdens de opzicht. Dat gaat dan met name over ofwel information sharing, opleiding van internen of van de nieuwe dienstverlener. Dus daar te voorzien en eventueel zelfs betaling, wat u zal zien, dat rendeert voor u. Probeer daar goede afspraken over te maken. Beoordeel tijdig inderdaad de maatregelen voor de beëindiging. Dus u moet dat doen in uw eerste overeenkomst. Achteraf gaat u daar heel moeilijk afspraken over kunnen maken. Wat ik een leuke vind, eerlijk gezegd, is het opstellen van service manuals en cours de route.
waarbij dat je eigenlijk vraagt aan de dienstverlener om te zeggen van kijk, u doet nu dat en dat, maar ik wil ook dat u als additionele deliverable mij manuals geeft, een beschrijving geeft over hoe dat u die diensten implementeert. Want anders moet een nieuwe dienstverlener zijn due diligence en zijn learning curve gaat dan even hoog zijn. En als je zegt van kijk, u moet ook gaan opstellen van hoe dat u uw werk organiseert, uiteraard gaan ze daar een beetje terughoudend zijn omdat er misschien know-how is dat ze niet willen gaan delen, maar toch wel proberen dat te gaan doen zodat je een service manual hebt. En dat is dan effectief ook een basis van uw RFP voor uw tweede dienstverleningsovereenkomst. Of u kan die manuals, die handboeken, die draaiboeken, kan u dan intern gaan gebruiken. Dat lijkt mij van groot nut te zijn. Ja, ik moet dan zeggen, juridisch gezien, van kijk, we hebben een problem, we go to Lillian en zij lossen het op. Ja, uiteraard. Maar wij zijn ook beperkt, want wij zijn advocaten en juristen. Dus wij kunnen ook niet alles oplossen. Hè. Dus daarom, ja, een kort geding, soms krijgen we die vraag. Ja, wij kunnen lopen naar de kortingrichter en daar kan de kortingrichter in uitzonderlijke gevallen een uitvoering natura, een verderzetting van de overeenkomst gaan vragen, bijvoorbeeld. Als mijn dienstverlening morgen stopt zonder geldige reden volgens ons. Dan zeggen ja, hij moet dat gaan doen voor een redelijke periode of dergelijke meer. Maar is niet altijd gemakkelijk en daar zijn kortingrichters nogal terughoudend voor. Zeker omdat ze zeggen van kijk, als er de schade enkel maar financieel is, ja, dan is dat niet zo erg. Want dan kun je dan uw gram gaan halen voor de rechter te gronden. Dus dat is alleszins te vermijden. Daar mag u niet de eieren niet in die mand van de kortingrichter te gaan leggen. Voorkeur verdient het om de investering in procedures die je zou moeten voeren op het einde te maken bij het begin, om zo goed mogelijk afspraken te maken. Ik hoor u wel zeggen, maar ik ben een keertje aan het liegen, maar ik denk dat u misschien denkt dat u zegt van ja, kijk maar, een contract sluit een discussie of in of een procedure niet uit, een goed geschreven contract. Nee, maar het risico gaat wel fel naar beneden. En dan eventjes zien, ik denk dat ik aan mijn laatste blunder ben, alvorens ik het woord mag geven aan Cato Aerts, is ja, blunder 9, conflict is rechtbank. Met andere woorden, een gebrek aan alternatieve conflictoplossingsmethodes in het contract. Dat gaat van inderdaad overlegorganen creëren, waarbij effectief partijen op een bepaald niveau met elkaar kunnen spreken. Ik bedoel daarmee van operationeel niveau en dan altijd een stukje verder weg, want de mensen die betrokken zijn in het project gaan soms moeilijk tot een oplossing komen, omdat zij vastzitten in hun eigen visie. Dus daarom goed dat men inderdaad een bepaalde escalatieprocedure doet, van projectleiding naar COO, dus van de raad van bestuur, alvorens men inderdaad tot dagvaarding of zich tot de rechtbank moet gaan wenden. En dan nog iets over de rechtbank. Ja, het is niet enkel de rechtbank die soelaas kan brengen. Arbitrage is een alternatief voor de rechtbank, zeker dat we weten dat het of van beroep Brussel een achterstand heeft. Ik durf niet te zeggen van hoeveel jaar, maar ondertussen denk ik van 8-9 jaar geworden. Uw kalender moet al bijna, we zijn er bijna, loopt tot 2030 om verwachte pleitdatums te gaan krijgen. Dus dat is niet echt om fier op te zijn, nog gelukkig van te worden. Maar er zijn oplossingen, bijvoorbeeld een derde beslisser. Men gaat een contract bepalen, we zeggen als er een probleem is over dit, dan gaan we dat aan die partij of dat instituut een derde beslissing laten nemen door een expert die een technisch element gaat beoordelen, zodanig dat bepaalde discussies niet uitdijnt als een olievlek over de ganse relatie. Dan zeggen we, oké, we gaan dat oplossen. Hij zegt dat het zo is en dan zal het zo zijn. De derde beslisser. Denk ook aan bemiddeling. Pak het wat misschien een bemiddelingsclausule in uw overeenkomst. En ook onoplosbaar conflict. Ik hou van de contractuele salami om te zeggen van, kijk, als er een conflict gaat over A, B, C, gaan we het zo oplossen. Andere gevallen op een andere manier. Maar is ook wel van belang dat men dan goed definieert wat die gevallen zijn. Als uitsmijter, u hebt mij niet horen spreken over niet afwerving, niet concurrentie, aansprakelijkheid, dus beperkingen, herkwalificatie naar handelsagentuur en dergelijke meer. Dat zou ons te ver leiden vandaag. Dus dan ga ik vandaag afronden. U krijgt van mij nu nog een polvraag met de vraag die te beantwoorden. En dan na de volvraag zal u mijn collega Cato Aerts
voor u zie voor het vervolg. Ik dank u alvast voor wat mij betreft voor uw aandacht. En ik vraag ook om, na afloop zal u een evaluatieformulier elektronisch krijgen. Ons marketing departement heeft dat graag, dat dat wordt ingevuld. Dank u wel en tot later. Iedereen, ook namens mezelf, van harte welkom. Mijn naam is Cato Aerts en ik zal u tijdens de laatste minuutjes van dit webinar wat meer komen vertellen over de mogelijke blunders in zaken personeel bij outsourcing. Nog eerst eventjes de antwoorden op de vorige pollvraag. Ik zie dat 73% heeft gekozen voor de software dienstverlener en dat was inderdaad het correcte antwoord. Dus de meerderheid heeft het bij het rechte eind. Blunder 9 dan, over ter beschikkingstelling personeel. Waarom gaan we het hier vandaag over ter beschikkingstelling hebben? Wel, om de eenvoudige reden dat het heel goed kan zijn dat u beroep doet op een dienstverlener die bij u werkzaamheden komt verrichten met eigen personeel en dat daar doorheen de tijd een hele nauwe samenwerking plaatsvindt, dan is het van belang dat u weet dat er in België een verbod op ter beschikkingstelling van personeel geldt. En dat betekent concreet dat een andere werkgever, een andere onderneming, geen gezag mag uitoefenen over werknemers van een derde. In dit geval bijvoorbeeld van de dienstverlener. Nu, wat is gezagsuitoefening? Dat is een zeer ruim concept. Het gaat over instructies in zaken het werk, hoe het werk moet gebeuren, wanneer het moet gebeuren, door wie dat moet gebeuren. Het gaat over controle op het werk. Hè. Doet men het werk goed? Wat gebeurt er juist en fout? Evaluaties van medewerkers, loon en eventuele opslagen die worden onderhandeld of toegekend, behoren ook tot het gezag van een werkgever. En hetzelfde voor eventuele tuchtsancties die worden opgelegd aan het personeel of het goedkeuren van afwezigheden. En al die zaken kunnen in een operationele context wel eens, kan het wel eens voorvallen dat een deel van die zaken toch bij de gebruiker, dus de opdrachtgever van de dienstverlening, komen te liggen. Zeker als men denkt aan het verantwoorden van afwezigheden, bijvoorbeeld verlofaanvragen. En dat is dus belangrijk in het achterhoofd te houden, want u ziet het op de tekening daar. De opdrachtgever die geen werkgever is van het personeel dat de dienst komt verrichten, mag in principe geen werkgeversgezag uitoefenen ten aanzien van dat personeel. Dat komt enkel toe aan de werkgever zelf, die in ondergeschikt of die liever in ondergeschikt verband met de werknemer in verbinding staat. Nu, wat is wel mogelijk, is in het kader van een dienstverleningsovereenkomst een beperkte gezagsoverdracht inschrijven. En dat betekent concreet dat men beperkte instructies mag geven als opdrachtgever aan het personeel van een dienstverlener. Instructies in zaken welzijn zijn in ieder geval toegelaten. Dus dat lijkt ook ergens logisch. Als het gaat over het welzijn van werknemers en de veiligheid op het werk, mogen er evident instructies worden gegeven. Maar daarnaast zijn er ook een aantal andere instructies die kunnen gegeven worden, maar men moet dan voldoen aan 4 cumulatieve voorwaarden. Ten eerste moet men een onderliggende geschreven overeenkomst hebben waarin die instructies worden opgenomen. Ten tweede moeten die instructies uitdrukkelijk en gedetailleerd worden opgenomen in die overeenkomst. Het instructierecht mag uiteraard het werkgeversgezag zelf niet uitvallen. Dus wat men bijvoorbeeld zeker niet kan overdragen is evaluatie van werknemers, eventuele tuchtsancties. Dus dat kan niet. En de feitelijke overeenkomst of de feitelijke uitvoering van die overeenkomst moet in overeenstemming zijn met de bepalingen ervan. Dus concreet gaat het over zeer beperkte instructies over bijvoorbeeld de manier waarop bepaalde machines moeten worden bediend, over eventuele aanvangs- en starturen en einduren van de dienstverlening. Dus wanneer zijn de kantoren geopend, wanneer kan men het bedrijf betreden. Dat zijn allemaal zaken die kunnen, maar dan moeten ze wel opgenomen worden in die overeenkomst. Bovendien geldt er een informatieplicht voor de gebruiker. Dus dat is de opdrachtgever bij wie het personeel zal komen werken. Die moet eigenlijk onverwijld aan de ondernemingsraad of bij gebreke daarvan aan het CBBW of de vakbondsafvaardiging meedelen dat er een beperkte gezagsoverdracht is in het kader van een dienstverleningsovereenkomst. En op verzoek van de werknemers of hun vertegenwoordigers moet er dan ook een kopie worden gegeven van die instructies. Vandaar dat men ze meestal of best in een bijlage aan de dienstverleningsovereenkomst vermeldt, zodat niet de volledige overeenkomst aan het personeel moet worden overgemaakt. De sancties zijn wel belangrijk. Die zijn zowel burgerlijk als strafrechtelijk bepaald. Burgerrechtelijk wil zeggen dat de werknemer die in strijd met het verbod op ter beschikkingstelling aan een derde wordt uitgeleend,
kan stellen dat hij verbonden is met een arbeidsovereenkomst met die derde. Dus dan zou eigenlijk de opdrachtgever geacht worden de werkgever van die werknemers te zijn. Werknemers kunnen ook zonder opzeggingsvergoeding en zonder opzeggingstermijn de arbeidsovereenkomst op eenvoudige mededeling beëindigen. En zowel de derde als de werkgever, dus de oorspronkelijke werkgever als de opdrachtgever, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor lonen en sociale schulden. Dus dat zijn toch wel belangrijke sancties waar je in de praktijk rekening mee moet houden om te vermijden dat het personeel van je dienstverlener plots je eigen personeel wordt. Daarnaast zijn er ook nog strafrechtelijke sancties. Dat zijn dan strafrechtelijke en administratieve geldboeten die eventueel kunnen worden opgelegd. Maar in dit kader zijn burgerrechtelijke sancties zeker diegene waar u het meest bevreesd voor zou zijn. Waar is mijn key personeel? Dus het is evident, zowel voor de opdrachtgever als voor de dienstverlener van belang, dat men belangrijke personeelsleden bij zich kan houden en ook aan zich kan binden. En men is natuurlijk in principe vrij om eventueel bij een andere werkgever in dienst te treden of concurrerende activiteiten op te starten na beëindiging van het dienstverband. Je kan dat contractueel aan banden leggen, het is mogelijk, maar dan moet je wel rekening houden met bepalingen uit het wetboek economisch recht, omdat natuurlijk iedereen in België vrij is om een economische activiteit naar keuze uit te oefenen. Dus men moet die bedingen gaan beperken in de tijd, in de ruimte en ook wat betreft de verboden activiteit. Je ziet hier een voorbeeldje op de slide van een clausule. Elke door bepaalde onderneming geselecteerde uitzendkracht kan door u vast aangeworven worden na een periode van 105 dagen. Dat lijkt in de tijd beperkt, maar eigenlijk als een uitzendkracht maar 100 dagen bij de gebruiker te werk gesteld werd, is er eigenlijk geen beperking in de tijd en kan dat blijven duren. Dus dat zou niet geldig zijn. Belangrijk is natuurlijk ook als u bij een overeenkomst bepaalde afspraken maakt dat u duidelijk die afspraken definieert. Wat is bijvoorbeeld aanwerven van personeel? Het zou perfect kunnen dat men het zo structureert dat het om een zelfstandige samenwerking gaat. Ja, en dan zou het strikt genomen niet onder de definitie of het begrip aanwerven vallen. Dus het is belangrijk dat u dat in de overeenkomst verduidelijkt. Hetzelfde over een periode na het einde van de overeenkomst. Wat is het einde van de overeenkomst? Vaak werkt men in het kader van een dienstverlening met kaderovereenkomsten en dan kleinere overeenkomsten. Kleinere orders die in het kader van die kaderovereenkomst worden aangeboden en aanvaard. En gaat het dan over beëindiging van de kaderovereenkomst of van die specifieke order? Dus hoe specifieker u bent wat betreft dat verbod, hoe beter. Dan is het tijd voor mijn eerste en enige polvraag. En die gaat over de volgende blunder die aan bod zal komen, namelijk de overgang van onderneming. En de vraag luidt als volgt. Bij een overgang van onderneming A moet een nieuwe arbeidsovereenkomst gesloten worden met de nieuwe werkgever. B gaan werknemers met behoud van rechten over naar een nieuwe werkgever. Of C geldt een ontslagverbod van 6 maanden. Ik geef u eventjes de tijd om de vraag te beantwoorden. Opnieuw bij het rechte eind, antwoord B is het enige juiste antwoord. Werknemers gaan inderdaad met behoud van rechten automatisch over naar de nieuwe werkgever. Er is geen nood om een nieuwe arbeidsovereenkomst te sluiten. En er geldt weliswaar een ontslagverbod, maar dat is niet beperkt in de tijd. Ik kom daar zo dadelijk op terug. Dus de blunder 11 is dan personeel vergeten. Waarom hebben we het zo geformuleerd? Omdat u zich ervan bewust moet zijn dat bij de stopzetting van dienstverleningsovereenkomsten, die stopzetting een overgang van onderneming zou kunnen zijn. Wat is een overgang van onderneming? Dat is eigenlijk een bepaalde activiteit die een zekere autonomie heeft. Die met eigen middelen en met eigen doelstelling kan worden nagestreefd. Die eigenlijk na de overgang met de behoud van identiteit wordt verder gezet. Denk bijvoorbeeld aan het outsourcen van een schoonmaakactiviteit. Het zou kunnen zijn dat een hotel op een gegeven moment beslist, ik ga de schoonmaakactiviteiten zelf niet meer doen, ik ga die outsourcen en uitbesteden aan een dienstverlener. Wel nu, die uitbesteding kan als een overgang van onderneming kwalificeren, indien aan de voorwaarden van de definitie is voldaan. En dan zal het personeel in principe volgen. En dat zit hier ook op de slide, dat is in principe de first generation overgang van onderneming. Dat is een opdrachtgever die op een bepaald moment besluit om een bepaalde activiteit af te stoten en uit te besteden aan een dienstverlener. En dan zal eigenlijk het personeel dat te werk gesteld was, in mijn voorbeeld binnen dat hotel, aan de schoonmaakactiviteit, worden uitbesteed aan de dienstverlener, die dan plots een aantal werknemers binnen haar onderneming zal ontvangen en eigenlijk de nieuwe werkgever wordt van die personeelsleden.
De rechtspraak van het Hof van Justitie is daarin verder geëvolueerd en men is dan ook naar een second generation overgang van onderneming gegaan, waarbij het eigenlijk zo is dat wanneer die opdrachtgever op een bepaald moment beslist, die eerste dienstverlener, ik wil daar het contract mee stopzetten, om welke reden dan ook, ik ga dezelfde activiteit laten verder zetten door een andere dienstverlener, een ander schoonmaakbedrijf, dat personeel van dienstverlener A naar dienstverlener B zal overgaan. Dus zowel voor een opdrachtgever van belang bewust te zijn van die overgang van onderneming, maar ook voor de dienstverlener zelf. Er wordt dan een onderscheid gemaakt in de rechtspraak tussen kapitaalsintensief en arbeidsintensieve sectoren. Dat onderscheid vervaagt meer en meer, omdat men zowel in de meeste gevallen ook wel een aantal aspecten die kapitaalsintensief als arbeidsintensief tegenkomt. Ik kan daar niet te lang bij blijven stilstaan, daar zouden we een studiedag op zich aan kunnen wijden. Maar arbeidsintensief betekent eigenlijk dat de werkkrachten de voornaamste factor zijn en van zodra er dus personeel overgedragen wordt, dat men het beschouwt als een overgang van onderneming. Kapitaalsintensief is het tegenovergestelde, dan gaat het over de activa die het belangrijkste zijn en van zodra die worden overgedragen, dan spreekt men van een overgang van onderneming. Arbeidsintensief is bijvoorbeeld de schoonmaaksector, kapitaalsintensief is bijvoorbeeld catering. Nu, wat gebeurt er dan concreet? Hè? Wie gaat er over? Het gaat over alle personeelsleden die zijn verbonden aan die activiteit. En dat moet bekeken worden op het moment van de overgang. Dus kan men dan personeel gaan selecteren? Het antwoord is daarop eigenlijk nee. Cherrypicking is niet toegestaan. Men moet echt gaan kijken welke personeelsleden zijn verbonden aan die activiteit op het moment van de overgang. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat daar discussie over bestaat. Hè. Werknemers die aan verschillende activiteiten verbonden zijn, denk maar aan algemene ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld HR, zoals bijvoorbeeld boekhouding. En dan is het eigenlijk een kwestie van te gaan kijken naar het percentage dat die personen verbonden zijn aan de activiteit. En het kan soms ook aangewezen zijn om dan een lijst op te nemen van de personeelsleden waarover het gaat. In ieder geval is een afspraak tussen partijen niet tegenstelbaar aan werknemers zelf. Die zouden nog altijd kunnen zeggen dat zij wel mee overgaan of juist niet mee overgaan, afhankelijk van het percentage waarin zij te werk gesteld zijn. Maar minstens kan je dan tussen partijen, de dienstverleners onderling, op de opdrachtgever en de dienstverlener een eventuele vrijwaringsclausule opnemen. Hoe gaan die werknemers over? Automatisch. Dat wist u al, dat heeft u ook correct beantwoord. Wat gaat er over alle rechten en verplichtingen? Dus dat betekent dat die mensen met een rugzakje bij wijze van spreken aankomen. Zij behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Wat betreft pensioen moet men inderdaad bijzondere aandacht besteden. Zitten de pensioenreglementeringen vervat in een cao, dan gaan ze wel mee over. Anders moet u een gelijkwaardig voordeel toekennen. En is er een wijziging van paritair comité, dan spreekt men over de best of both worlds, waarbij de werknemers eigenlijk de beste bepalingen uit de cao's uit de ene sector en die van de nieuwe sector gaan kunnen combineren. Wat kan er nog na de overgang veranderd worden? Ja, de werkgever kan doen wat hij altijd kan doen, dus overnemer kan op dezelfde manier arbeidsvoorwaarden wijzigen. Dus ofwel met het akkoord van de werknemers of door te gaan kijken naar de hiërarchie der rechtsnormen en bijvoorbeeld een nieuwe cao af te sluiten. We gaan een beetje over tijd gaan, zie ik hier, dus ik ga mij wat reppen. Maar voor diegenen die toch nog interesse zijn, ik ga niet zomaar alle slides afhaspelen. Dus wat betreft de bijkomende aandachtspunten voor een overgang van onderneming, er is overduidelijke aansprakelijkheid tussen de overdrager en de overnemer. Belangrijk om te weten, er is inderdaad een ontslagverbod. Dat is niet beperkt in de tijd. Men kan overgaan tot een ontslag. Om dringende reden trouwens ook, dat heeft dan niks met de overdracht zelf te maken. En er staat ook geen specifieke sanctie op. Vaak wordt dan gedacht aan een kennelijk onredelijk ontslag, omdat men zou kunnen argumenteren, als het ontslag te maken heeft met de overgang, dat het dan effectief kennelijk onredelijk zou zijn. Misschien nog eventjes kort iets over de informatie en consultatie. Dat is ook een verplichting die u heeft ten aanzien van de overleg of organen. Is het informatie en consultatie? Zijn die er niet, dan is er wel een verplichting om het personeel te informeren over bepaalde aspecten. Dus vaak wordt in een overeenkomst tussen verschillende dienstverleners of tussen de opdrachtgever en de dienstverlener een opschortende voorwaarde voorzien, zodanig dat men er zeker van is dat die informatie en consultatie op correcte manier gebeurt. Dan komen we bij een volgende blunder, dat is de hoofdelijke aansprakelijkheid van lonen. Er zijn daar drie systemen. Voor alle duidelijkheid, het gaat hier niet over de hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden. Dat is ook een aspect dat belangrijk is, maar daarover hebben we het vandaag niet. Waarover wil ik het wel hebben, dat is de hoofdelijke aansprakelijkheid in bepaalde sectoren.
waarbij men eigenlijk als opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk is voor een zwaarwichtige tekortkoming in de betaling van lonen bij de dienstverlener, dus bij de aannemer of de onderaannemer. Maar die hoofdelijke aansprakelijkheid is niet retroactief. Men moet eerst van de sociale inspectie een kennisgeving krijgen dat er effectief een zwaarwichtige tekortkoming is. En dan heeft men 14 dagen om de situatie te remediëren. Concreet betekent dat voor een opdrachtgever dat men voordien de samenwerking zou kunnen beëindigen. En dan zal men nooit hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden uit het verleden. Dat is van toepassing in de sectoren die je op de slide ziet staan. Te onderscheiden van de hoofdelijke aansprakelijkheid, het tweede systeem, namelijk die van de medecontractant in de bouwsector. Dat is natuurlijk enkel van toepassing in de bouwsector. En daar is het systeem van die kennisgeving en die 14 dagen niet van toepassing. Daar is men wel degelijk retroactief hoofdelijk aansprakelijk voor een tekortkoming in betaling van lonen van een medecontractant. Maar dat kan men ondervangen door een contractuele clausule op te nemen, waarin wordt bepaald dat men de lonen correct zal betalen en dat ook verwezen wordt naar de website minimumlonen.be. En dan is men pas mogelijk aansprakelijk op het moment dat men kan bewijzen dat men effectief kennis had van het feit dat de minimumlonen niet worden betaald. En dan een laatste, derde systeem is illegale tewerkstelling. Een opdrachtgever is hoogelijk aansprakelijk voor betaling van de lonen van illegaal tewerkgestelde werknemers. En ook daar kan men eigenlijk met een contractuele clausule bepaalde zaken gaan ondervangen. En men kan opnemen dat er effectief geen illegale tewerkstelling is. En dan is men opnieuw weer hoogelijk aansprakelijk vanaf het moment dat men eigenlijk kan bewijzen dat men wist dat die contractuele clausule niet overeenstemt met de realiteit. En dan een laatste. Dus het belang van een contractuele clausule kan ik dan maar beter onderstrepen. Het is dus inderdaad van belang om in de dienstverleningsovereenkomst op te nemen dat de lonen correct betaald worden. Niet alleen voor het tweede en het derde systeem, maar in het algemeen evident dat u de mogelijkheid heeft om de overeenkomst te beëindigen, mocht blijken dat uw dienstverlener zich niet aan de afspraken houdt. En dan een laatste blunder, internationale tewerkstelling, wilde ik nog kort even toevoegen. Opnieuw, daar zouden we een hele studiedag aan kunnen wijden, dus dat ga ik niet doen. Maar misschien kort een checklist die je kan overlopen. Het gaat evident om buitenlandse dienstverleners, maar je mag niet uit het oog verliezen dat ook een Belgische onderneming die met bepaalde werknemers diensten zou komen verrichten, dat mogelijk ook kan doen met buitenlandse werknemers. En dan is het belangrijk om in het contract een bepaling op te nemen over de nodige vergunningen. Dus werknemers die niet de nationaliteit hebben van de Europese Unie, die hebben een toelating nodig om op het Belgische grondgebied te komen werken. Dus u voorziet best ook dat uw dienstverlener zich daaraan zal houden en dat hij geen illegale werknemers zal tewerkstellen. U vraagt ook best een A1-formulier. Op zich is dat niet strafrechtelijk gesanctioneerd, maar wat u vooral wil vermijden is discussies omtrent het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. Een limosa-melding, daar geldt wel een klikplicht en een strafrechtelijke sanctie indien u als opdrachtgever niet controleert of die limosa-melding gebeurd is. En tenslotte de check-in at work, en ook daar een aandachtspunt, omdat daar ook sancties op staan van niveau 3 en niveau 4 bij gezondheidsschade. Dus tot zover de korte bijdrage wat het sociaal zekerheidsrechtelijke luik, sociaal luik betreft, sociaal zekerheid en arbeidsrecht. Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben. We zijn uiteraard beschikbaar om die nog te beantwoorden. Dus ik wil u allen hartelijk danken voor de deelname aan dit webinar. U zal de opname daarvan nadien ook kunnen consulteren. U kan de slides ook nog downloaden. En zoals ik al zei, bij vragen aarzel niet om ons te contacteren. Dank u wel voor uw deelname en tot binnenkort.